क्लाउड टीवी, क्लाउड टीवी पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है। देखिए इंडिया, पाकिस्तान या सूरीनाम का चैनल से, बॉलीवुड का तमाम चैनल से, जिस तरह से बी फॉर यू है, सोनी एशिया टीवी, यूके और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है। पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स, जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा, और सूरीनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं क्लाउड टीवी पर। इंडिया, पाकिस्तान या सूरीनाम का हो, क्लाउड टीवी आपके लिए है। तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड, सूरीनाम, यूके, इंडिया और पाकिस्तान का, एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाग का आपको भी क्लाउड टीवी पर मिलता है। कॉन्टेक्ट कीजिए, तारीख नंबर है 0081 यानी 685 89 08 19। हम दोहरा रहे हैं 0685 89 08 19, तारीख नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए। क्लाउड टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए। Wachten op het moment dat de Braziliaanse president dus uit het vliegtuig stapt. Zoals ik eerder al zei, het is een historisch moment, want zeker na 10 jaar is er weer officieel een Braziliaanse president op bezoek in Suriname. Het officiële ontvangst van de president van Brazilië door de Surinaamse delegatie hier op de JAP luchthaven. We zijn een duidelijk standpunt aan het maken, zowel naar de arriverende president Bolsonaro uit Brazilië en ook naar onze regering, dat wij het niet mee eens zijn dat deze man hier in Suriname verwelkomd wordt. Want hij staat bekend als iemand die genocide pleegt in zijn eigen land, iemand die het land afpikt van de inheemse, die ervoor staat om de Amazone verder te laten vernietigen onder het mom van ontwikkeling. En we weten dat hij eigenlijk de belangen van een hele kleine groep dient. Er zijn een aantal van onze inheemse leiders vermoord daar, zonder dat er maatregelen tegen hen zijn getroffen. En we hebben de vrees dat dit zich ook zal voltrekken in Suriname. Toch, want we zijn deel van de Amazone, van het Amazone-regenwoud. Ten aanzien van de veiligheid in het binnenland van Suriname, waar er geen bescherming is voor de inheemsen, toch? Wat verwacht de overheid? Dat de inheemsen zichzelf moeten gaan bewapenen om zichzelf te beschermen. Want u moet begrijpen dat wanneer je wanneer de mensen worden aangevallen door gewapende bendes, behalve de kwetsvervuiling, de ontbossing en dergelijke, tenslotte gaat men de mensen dwingen om zichzelf te bewapenen, toch? En willen we dat hebben voor Suriname? Nee, toch? Het moet niet zo ver komen, maar de overheid dwingt de mensen om dat te doen, toch? Want we gaan niet toelaten, de mensen, wij gaan niet toelaten dat gebeurt met onze mensen. Dat onze mensen zo worden vermoord, net als in Brazilië. Het kan gewoon niet. Yes, ik ook maar van hen. Ja, yes. Wat betreft ook Suriname. Thank you.
daar zien we president Jair Bolsonaro in beeld. Brazilianen staan dichtbij de congreshal en juichen de president ook toe. Zij staan met de Braziliaanse vlaggen daar en juichen president Bolsonaro ook toe. Wat gebeurt er nu? We gaan naar daar toe. Maar is hij er al? Ik heb ooit eens omgereden. Oh, hij is omgereden. Er worden al klachten tegen deze president ingediend voor het schenden van mensenrechten, voor het plegen van genocide. Hij geeft eigenlijk toestemming om de inheemse te laten vermoorden. We weten het in heel veel gevallen dus dat er al inheemse zijn vermoord, inheemse leiders vooral, die de bossen willen beschermen en die hun landgebied willen beschermen. En straffeloos worden deze mensen vermoord. Hij heeft de instanties, de milieuinstanties, die eigenlijk zouden erop moeten toezien dat de bossen worden beschermd, die er nog zijn, heeft hij helemaal uitgehold. Hij heeft zijn eigen mensen daar geplaatst. En in de afgelopen 3 jaar dat hij daar een vernietigend beleid heeft gehouden, zien we dat de ontbossing in Brazilië vreselijk is toegenomen. We zien ook dus dat er veel meer activisten vermoord worden. Dus, want hij heeft eigenlijk een soort toestemming gegeven om dit te laten gebeuren. Want ook zien wij dus dat er veel meer bossen zijn afgebrand door zogenaamde wildfires. Maar deze wildfires die worden aangestoken, bosbranden. Het is eigenlijk overduidelijk dus dat de internationale wereld meneer Bolsonaro heeft verstoten. Hij is gewoon geen gerespecteerde wereldleider. Hij is een paria geworden in de wereld. En in ons land doen wij alsof wij dat niet weten. Onze regering ontvangt deze president alsof hij een geweldige leider is. Terwijl hij eigenlijk gewoon een misdadiger is. Die ondertussen al wordt aangeklaagd bij het internationaal Hof voor Mensenrechten. De twee presidenten schudden hun hand en lachen voor een foto. De president gaat langs, de president van Brazilië gelooft zo. Moordenaar! Temos muito que oferecer ao outro. We believe we do have a great deal to offer each other and to cooperate mutually. This is very much the purpose and the spirit of this visit. And I thank you so much. I am extremely honored to be here. Thank you so much for the cordial invitation from President Santoki. Once again, thank you for this opportunity. I believe our people, our nations stand to win and gain a great deal from this cooperation.